dat dit niet wil dat iedereen dat ziet. Wanneer ga je dat eens in dat mooie kopje van je krijgen? En daarbij, waar zit Jonas? Met zijn geklets altijd. Ik moet nog heel wat bezoekers afleggen vanavond. Hey Sterren, wanneer breng je ook eens iets van mij mee? Ik wil ook wel eens zo'n mooie ketting van je. Ach, rot op, klein grut. Au, smerige vent, die bent. Sterren, wees toch niet zo'n bullebal? Ach mens, laat me met rust. Jonas, waar zit die klerenleer nu weer? Ja, mevrouw. Komt in orde, mevrouw. De kinderen zullen zich vanavond weer kapot amuseren in onze kerstopvang. Weet ik, mevrouw. Gaat u maar met een gerust geweten kerst vieren met de familie. Weet ik, mevrouw. Kinderen kunnen op een avond als deze extra lastig zijn. Daarom zijn ze beter hier, tussen de andere kinderen. Wat? Waar mijn moeder is? Even boodschappen. Ze komt zo terug. Ze is achter verse groenten voor het kerstdiner van vanavond. Wat? Of er nog winkels zijn? Maar mevrouw, mijn moeder heeft hier een kleine shop. Een iPad? Zal ik eens kijken in de voorraadkamer? Heb jij een iPad? Dat is dan €350. Dat maakt dan samen met de dagopvang van de beide kinderen €500. Kan ik dan nog even uw adres en uw vaste lijn noteren? Ach, u bent niet thuis. Geef dan alvast maar uw vaste lijn. Damse Steenweg 30 in Dutzeven. 0479-2545-30. Oké, mevrouw, komt in orde. En tot morgen. Wat smeer jij daar een hoofd stroop aan, zeg? Wil je dat we veel verkopen of niet? Ik stop daar wel veel werk in, hè? En daarbij, het geld groeit niet uit mijn zakken. Nog niet half het werk dat ik doe. Vooruit, geef me mijn deel. Hier, je €100. Wat? €100? Ah, dat is veel meer, hoor. Ik kreeg er maar 200 voor. Manneke, als ik het achterkom dat je me oplicht, zal het je beste dan niet zijn. Hoor je me? Zou ik nooit doen. En hier, ik heb nog een adresje voor je. Mooi. Damse Steenweg, veel zelfstandigen, zal wel wat te rapen vallen. En is dit hier nu die kinderopvang? Het ziet er behoorlijk saai uit. En dan zit ik hier nog met mijn kleine neefje opgescheept. Ik zou me het liefst van al de nek opbrengen. Wat een rotfamilie heb je toch. Jij bent toch Inke, hé? Ik heb je wel eens gezien in dansschool. Maar wie is dat? Wat een schatje zeg. Hoe is die naam? Noah. Ah, Noahtje. Wat een schatje ben jij. Een schatje? Een vervelende klier waar ik altijd moet voor zorgen. Ik haat hem. Hé, hey, wat smeekte ze hier binnen? Een meid met haar op haar tanden. Dat lust ik wel. Hé, hey, Sterren. Niet vergeten aan wie je hart gegeven hebt, hè. Ah, Sterren, ben je hier nog? Ik dacht dat je al richting Dutzeel was. Ja, we niet op, in manneke. We gaan net terug. Geef me maar alvast een red doen. Het wordt een lange nacht. Hoezo? Ja, die kinderopvang hier. Ik heb je moeder nog niet gezien.
kinderopvang. In een oud verlaten theatertje. En iedereen trapt hier blijkbaar in, hè? En jij verdient hier heel veel geld mee. Niet zo luid. Je krijgt je pet en je jasje. En uw ex? Zeg, drijf nu niet te ver, meisje. We zullen eerst zien wat je voor me in de toekomst waard wordt. Zeg, Mr. Jonas, waar blijft die moeder nu van je? Heb je wel een moeder? Ja, kun je op zijn minst die kleine ettertjes daar een beetje stilhouden? Ze werken serieus op mijn zenuwen. Een klein beetje minder kan ook, hè, Missy. Wie denkt wel niet dat je bent? Kom, geentjes. Doe dat wel vaak, natuurlijk. Je moet niet luisteren. Gemene fix, ik zal eens leven bij gemeen. Sultana, ophouden, voor ik jullie pillen verkoop. Maar Sterre, zijn begonnen hoor. Ze zitten kleintjes weer. Zo is het nu eenmaal, Imke. Geen enkel meisje kan aan mij weer staan. Ja, ze durven niet. Zeg je iets, Jonasje? Nee, ik zou niet durven. Hé, kan het hier niet wat stiller? Ik probeer te lezen. Wat lees je daar? Een oud Engels verhaal. Over twist of zoiets. Lagen in die dan boeken? Hé, hier achterin de hele stapels boeken. Allemaal toneelstukken. Oh ja, dat vergat ik jullie te vertellen. Mijn moeder is regisseur. Zij verzamelt toneelstukken. Daarom dat deze kinderopvang gevestigd is in dit theatertje. Maar, interessant. Heel interessant. Nog regisseur ook. Een getalenteerd mens, die moeder van je. Zullen ze ook gejat zijn? Ach, hou je kop, kleine opdonder. Oké. Maak je maar niet druk, Lange. Ik wil wat toneel spelen. Zwijg, kleine. Je hebt hier niets te winnen. Het is allemaal dankzij jou dat ik kerstavond bij dit stelletje idioten moet doorbrengen. Mens, je hebt echt wel heel veel noten op de zaal. Kom hier, ventje. Ik wil zo graag toneel spelen. Zwijgen, heb ik je gezegd. Ga je dat kind nu eens met rust laten, Feet? Wil je mijn neefje dan zo graag? Wel, je mag hem hebben. Maar ik moet hem dan ook houden, ben ik er vanaf. Hoe zielig voor je ventje. Familie kies jou natuurlijk niet, hè? Gaan we dan nu toneel spelen? Ik verveel me zo. Jonas, we gaan hier echt iets moeten doen. Anders wordt dat hier nog revolutie. En straks heeft hier de kleine gsm bij en belt hij zijn ouders. En dan zijn wij de pineut. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Maya, ga eens rond en kijk of iedereen een gsm heeft. Oké, bos. Denk je dan wel aan mijn ux? Ux? Maar... Iedereen hier zijn te leveren. We gaan toneel spelen nu. Want we willen niet gestoord worden door een belton. Die van jullie staan toch ook af, hè? Of pas op, neem ze ook mee. Oké. Kom allemaal eens hier. We gaan toneel spelen. De hoofdrol speelde. Zo, ik dacht dat je moeder regisseerde. Zijn moeder. Dat mens heeft 1000 talenten. Ze kan gewoon alles. Maar ja, ik bedoel natuurlijk toen ze regisseerde. Kom ja, doe me dat boek eens. Halfweg, vorige eeuw... Dat is niet in 1900, hè. En ook niet halfweg. Het boek is bijna 180 jaar oud. Dus het speelde zich af in 1830. Zoals ik al zei, ongeveer rond 1830, Imke, heerste grote armoede in Engeland. De armen waren heel erg. Er stierven veel mensen door honger en ontbering. De werkhuizen en de kinderwerkhuizen zaten tot de nok toegevuld. Ook de moeder van de jongen uit dit verhaal was er erg aan toe. Ze was ten einde raad, had dagenlang niets meer gegeten, ze was hoogzwanger en op sterven na dood toen ze aanklopte bij het weeshuis waar Widow Corny de plak zwaaide en Mr. Bumble de orde hield. Wie wil de moeder spelen? Imke? Ja, hallo. En na één scène dood liggen en voor de rest van het stuk niet meer opkomen, zeker? Ik dacht het niet. Bafkees. Ik wil wel. Goed, Tine. Zoek maar de gepaste kleren uit. En Mr. Bumble? Doe ik wel. Ik wil wel eens baas spelen. En
en weet je hoe corny? Dit misschien, Imke. Waarom moet ik altijd de fake spelen? Waarom dank je? Wat bedoel je daarmee? Doe ik wel. Thank you.
Arme God! Goed van, ik val gewoon bijna flauw. Doe hem weg. Verkoop hem. Nu, om het
hij de ruimte niet eens. En dan kan je hem begraven op kosten van de stad. Ja, vrouw, kijk eens naar dat gezichtje. Zo'n engelengezicht heb ik nog nooit gezien. En wat zijn we daar dan mee? Hij kan voor de doden koets wandelen als we een van mijn vele kinderen moeten begraven. De rijken geven zeker een paar pennies mee voor dat prachtige schouwspel. Zo is het, mevrouw Sowerberry. Ja, dat zal dan wel zeker. Kom hier, ik geef je een penny voor dat joh. En zo gebeurde het dat Oliver een veelgevraagde voorganger was bij begrafenissen. Hij kon het zieligste gezicht opzetten dat je maar kon indenken. En zijn stemmetje klonk als een engeltje hoog in de lucht. Niemand kon naar hem kijken zonder in tranen uit te barsten. En de Sowerberry's telden de vele pennies. Waar zo lief te zijn, valt het uit de zon. Mag ik ook eens een penny om een bloemetje te kopen om op mijn moeders graf te zetten? Jij weet niet eens wie je moeder is, sukkel. Dacht je soms haar te vinden? Dacht je soms dat het wist heette? Je moeder was een dief. Ze is wellicht aan een hal gestorven. Opgehangen zoals al de andere schurken. Niet te smeen, mens! Haal James, haal het, de jongen vermoord me! Roep je, haal me vrouw af! Ik had de mooie moed dat je op terugnemen. Ik wil niet terug naar het tweeshuis. Maar er is geen doen meer aan. Vooruit,
Neem maar mee dat we er vanaf zijn. Nee, ik wil niet terug naar het armenhuis. Ik wil niet meer. Ik neem jou ook niet meer mee. Vooruit! Rat op! Ik wil je niet meer zien! Ga maar op straat leven, rat je! En nu, beste vrienden, komt de baas die ik haal. Oliver zwerft alleen over de straten van Londen. Daar komt hij Artful Dodger tegen, die samen met andere kids de dievenbende vormt. Dan heb je nog Bill Sykes, de meester, en zijn liefje Nancy, die het goede hart heeft en voor de jongen goed gezorgd. Ze staan allemaal onder leiding van een oude Faggin, die alles in goede banen probeert te leiden. Wie speelt Faggin? Jij natuurlijk, Jonas. Wie anders? Goed. Nu gaan we voor iedereen in de kleren. Yeah.
van mijn pleegvader. Hij zal wel voor je zorgen. Daar kan je eten en slapen en heb je het lekker warm. Zeg het hem, zeg het hem. Zeg hem wat hij daarvoor moet doen. Nee, daar is nog veel te vroeg voor. Ach, doe nou, Dodger, zeg het hem. Je moet helemaal niets, Oliver, helemaal niets. Nou, af en toe moet je eens op zoek gaan naar dingen voor een fag in zijn verzameling. Maar dat kost je geen moeite, hoor. Wij leren je het wel. Ja, hoor, je krijgt een hele speciale opleiding. Kom maar met ons mee. Wat hebben we hier? Een nieuwe faggot, gewoon gevonden op straat. Geen ouders, geen familie, niemand meer. Ach, arme jongen, helemaal alleen. Je wil vast hier blijven bij je vader faggot. Ja, meneer. Hoor jullie dat? Hij zegt meneer, meneer, zegt hij. En gelijk heeft hij. Dodger, toon hem zijn bed waar hij kan slapen en geef die arme jongen wat te eten. Kom, je mag wel naast mij slapen, hoor. Niet naast mij. Naast mij. Nee, naast mij. Kom, of die meiden niet je in de hoop. Oh,
hebben hier een nieuwe vedder. En wat voor een zoon, schatje? Kom eens bij Nens. Hoe heet je? Oliver, mevrouw. Mevrouw? Hij zegt mevrouw tegen mij. Zeg maar Nens, hoor jochie. Wat een grappig ventje. Hij is net zoals iedereen al meteen gek op je, Nancy. Is het zo, Oliver? Ben je al gek op me? Ja, mevrouw. Je mama moet wel erg veel van je houden, lieve jongen. Ik heb geen mama meer. Ah, dan heeft ze heel veel van je houden. Dat ben ik zeker. Weet je wat? Ik zal hier een beetje mama zijn. Net als voor ons allemaal, Nancy. We houden heel veel van je en we zouden alles voor je doen. Dat is zo lief van je, Dodger. Maar we menen het. Je bent de liefste voor ons. Wat zijn jullie toch een schatjes allemaal. Ik zou jullie wel willen doodknuffelen. Thank you.
Fletcher. Ik ben lief. Hoor je? Lief, zeg je. Dan heb ik de geknipte rol voor je. Je bent Mrs. Brownlow. En wat dat nu weer zijn? De helft van het verhaal. Je bent de rijke zus van mijn moeder van Oliver. Die al heel haar leven op zoek is naar haar verloren zus. Waar ze zo van doet. Een hart van koekenbrood voor. En er zit een solo bij. Ja, dat is de gepaste rol voor mij. Kom, we beginnen eraan. Getuige dient zich aan. Te laat, agent. Te laat. Maar in de lachtbare, kunnen voor mij
ben Elisa Renzi. Ik heb een winkel in Lederwaren, niet lachbare. Wat heb je gezien, vrouw? Spreek op. Deze jongen is het niet. Deze jongen stond gewoon te kijken wat er gebeurde. Hij heeft niets gestolen. Het waren twee andere boefjes. De ene duwde de andere pakte de portefeuille uit de mand van deze mevrouw hier. Maar hij stond erbij. Dat weten we dan. Ik denk dat ik de straf halveer. Wat moet die jongen anders weer doen op straat? Hij kan beter wat werken voor de staat. Ik wil hem wel onder het dak bieden, edelachtbare. Ik heb een veel te groot huis en ik kan wel wat gezelschap gebruiken. Het ziet er bij een brave ziel uit. Als dat uw wens is, mevrouw Brownlow. In mijn kantoor kunt u de nodige papieren invullen en dan bent u van heden voogd van Oliver Twist. So be it. En? Heeft gij ons verraden? Nee, heeft geen woord gesproken. Ook niet als hem tot 20 jaar zelf. 20 jaar? Hoe krijgen we hem daaruit? Nee, hij gaat zelf niet in. Hij mag wonen bij een zekere Mrs. Brownlow. Een stinkend rijke dame. Want die heeft 10 geluk, zeg. Maar het is dan ook zo'n schatje. Ik gun het hem. Stom wijf! Beseffen dan niet dat hij ons wel een keer zal verraden. En dan gaan we met z'n allen naar de hal. Ze hangen ons op aan de hoogste toren. Maar Oliver gaat ons niet verraden. Hij is al lang mee dat hij een thuis heeft gevonden. Wat ben jij een ongelooflijk achterlijk schepsel, zeg. Hoe kun je nu zo stom zijn? Die jongen moeten we uit de weg ruimen. Uit de weg bedoel je dan? Ja, zo. Thank you.
ben je? Ik verwacht je al. Je hebt veel geluk gehad, hé kereltje. Je ziet wel, eerlijkheid duurt het langst. Ja, mevrouw. Zoveel geld, er steekt wel te veel geld in. Die portefeuille kost niet zoveel. Nee, mevrouw. Ach, een briefje. Dank u, mevrouw Ramsey, dat u kwam getuigen voor Oliver. Als blijk van onze dank wil ik u deze som van 100 pond schenken. Hoogachtend, Mrs. Brownell. Waar, jongen, wil je mevrouw Brownell van bedanken? Doe ik, mevrouw. Hier, de portefeuille met het geld er terug in. Ik kon het gewoon niet aanvaarden. Ik heb gewoon gedaan wat ik moest doen. Wil je dat mevrouw Brownell zeggen? Zeker, mevrouw. En nog eens dankjewel. Kom aan, Nancy. Daar is ze. Lok hem erin. En vlug wat. Hé, hey, Oliver. Hé, hey, Nancy. Dat was spannend, hé. Ben je naar het zuiden draaien voor iets wat je niet hebt gedaan? Heb je iets verteld over ons? Of over Vekken aan de politie of aan die lieve mevrouw? Nee hoor, dat zou ik nooit doen. Jullie zijn mijn vrienden. Ah, wat ben je toch een lieve jochie. Kom hier, rotjoch! Nee, Bill, ik moet terug naar mevrouw Brownlow. Jij gaat met ons mee. Vooruit, geef me dat geld. Maar hij heeft niks verteld, Bill. Dit stom doen, mens. Hij had ooit wel eens zijn mond voorbij praten. Hebben we hier, Bill, een vis gevangen? Die jongen gaat ons nog eens verraden. Hij moet eraan. We kunnen het risico gewoon niet lopen. Maar hij vertelt heus niks, Wagen. Laat hem vrij, Bill. Zwijg, mens! Nancy! 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 Max, sluit weg naar Mrs. Bruno. Vertel haar wat ze van plan zijn. Zeg maar om tegen middernacht naar de torenburg te komen. Ik probeer Oliver hier weg te krijgen. Maar Nancy, Bill zou me vermoorden. Hij vermoordt ons allemaal als we dit toelaten. Doe nou, mens. Doe wat Nancy je vraagt. Ik durf. Ik zal het wel. We moeten een plan bedenken, Dodger. Ik doe mee. En al mijn vrienden hier ook. Thank you.
het beste. Dat krijgen we zorgt als nog eens hadden. Ik steek ze allebei overhoop. Hou je in, man. Die jongen doet geen vlieg kwaad. Ach, hoi, kop over, man. Dit loopt nooit goed af. Het wordt ieder voor zich. Vek in is pleiten. Ja, als je maar niet vertelt hoe we aan die centen zijn gekomen. Oké, maar